Soms denk ik wel, eigenlijk staat er, of is er meer dan er staat. Hè? Dus dat voel je als speler en dat voel je ook als luisteraar. Er gebeurt iets. Er zit heel veel temperament in, emotie. Maar aan de andere kant is het ook heel helder en misschien hoofs. Maar er gebeurt iets met je. Je raakt als het ware in trance. Het stuk begint met een open snaar, wat heel veel resonans geeft. En dan sowieso de toonsoort G groot. Heel bekoorlijk is het. Vriendelijk. Toegankelijk. En ik denk ook dat Bach het geschreven heeft in de tijd dat hij best verliefd was op zijn tweede vrouw. Maar het is toegankelijk. Heel duidelijk is het prelude in vieren. Mijn leraar Anne Belsma, dat vergeet je dan nooit meer, die zei altijd, het zijn ruitenwissers. Dus heel, heel belangrijk dat je die puls blijft voelen. Wanneer ik die eerste G, dat is de bas, hè, dat is de lage stem, die moet ik even neerzetten. En dan kan er... Komt die weer. Heb je meer. Dus ik moet wel even, wat wel mooi is om te zeggen, is harmonie kost tijd. Dus als iets belangrijk is, moet je het even tijd geven. Ik kan niet doen... doorstrijken. Ik moet even neerzetten. Nou, daar kun je natuurlijk de bas eventjes centraal zetten. Ja, harmonie, tijd geven. De Allemande is een, het woord zegt het al, hè? Duitse dans. En zoals de Duitsers zijn, ook ordelijk. Ordelijk is de dans en rustig, beheerst. Deze Allemande in de eerste suite bestaat heel veel uit toonladderfiguurtjes. Dus wat de prelude eigenlijk haast niet heeft, zie je in die Allemande heel erg terugkomen. Wat je heel snel zou kunnen gaan doen in die Allemande, yim-ta-di-da, yim-pa-da-da, yim-pa-da-da, 1 en 3. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je die ordelijkheid ook had, yim-ta-di-da, yim-ta-di-da, yim. Dus dat daar een zekere rust in komt. Dan krijgen we de courante, en dat is echt een Italiaanse courante. Die komt van het Latijnse woord courere, hè? Dus rennen. Is een, ja, ik vind in de couranten moeten de achtste heel goed doorlopen. Het moet doorgaan, het moet niet te veel. Het meegaan, het hoeft niet haast te zijn, maar er moet enorme levendigheid in zitten. Dan de sarabande is een moment van bezinning. Of een moment van rust ook voor de luisteraar. Even tot jezelf laten komen. En het bijzondere in die sarabande, in die eerste suite, is ook dat de eerste twee akkoorden eigenlijk het hele arpeggiospel is van de prelude. De eerste twee maten is een omspeling van twee akkoorden eigenlijk. Kijk, ik zal het nog een keer spelen. Herhaling. Volgende maat. Derde maat. Gaat hij naar die vies. Wanneer we de sarabande spelen, zijn eigenlijk die eerste twee akkoorden, die komen helemaal uit die eerste twee maten van de prelude. Die begint namelijk zo. En dat was... samengevat in twee tellen. Mooi, hè? Het wonderlijke is dat Bach heeft honderden menuetten geschreven. Trouwens ook honderden sarabandes. Maar die menuetten beginnen eigenlijk nooit met een opmaat. Het is altijd vanaf de eerste tel. De tweede menuet is heel anders van karakter.
is wat lieflijker. En het wonderlijke is dat Bach, of het wonderlijke, hij schrijft eigenlijk alle delen in G groot. Maar in de menuet 2 gaat hij ook naar een andere toonsoort. Dat is eigenlijk de enige keer dat hij even een uitstapje maakt. De jig is een afsluitende dans. Positief, dansend, met een heel erg... Tampire, tampari, tamparadam, pampara. Dan voel je het danskarakter. En ik heb ooit eens gelezen dat... Hoe kwamen mensen nou aan het tempo, hè, voor zo'n jig? En dan gebruikten ze hun polsslag. Het ritme moet staan, dat moet je van binnenuit voelen. Er moet op gedanst worden. En vaak ga ik in de les ook ga ik even meedansen. En dan voelen ze wel wat het voor effect heeft. Dat betekent niet dat het in een bepaalde tijd gespeeld moet worden, maar er moet een natuurlijk gevoel zijn voor hoe je kunt dansen en welke tijd je kunt nemen. Ja, er zijn natuurlijk veel cellisten die alle 6 suites hebben opgenomen. En het is ook niet verwonderlijk dat ze het vaak voor een tweede keer willen opnemen. Omdat je die muziek, dat voel je, die is door iemand geschreven die en heel, heel muzikaal was en ook een genie was. Dus er zitten zoveel lagen in die muziek. En ja, die leer je kennen ook langzamerhand. En nu nog steeds. Ik verander ook nog boogjes. Ik verander... belangrijke noten, je krijgt steeds meer inzicht. En dus je kijkt steeds naar het stuk op een andere manier. Heeft waarschijnlijk ook met leeftijd te maken. Maar ja, het stuk is altijd anders. En je wil het ook altijd anders spelen.